Zo'n 70 mensen zitten er deze eerste paasdag in de kerk in Braamt. Geen volle kerk dus. En net als op veel andere plaatsen moeten Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstandkerk binnenkort de deuren sluiten. Pastoor De Vreeze wil dat niet meemaken. Omdat het een afscheid is van een kerk waar je van houdt. En dan wil je niet dat die gaat verdwijnen. Nee. En alles wat er dan mee te maken heeft, dat vind ik verschrikkelijk. Ik wil er absoluut niks mee te maken hebben. Pastoor De Vreeze draagt nog wekelijks de mis op in Braamt. Op een verstelbare stoel en met behulp van een loep. Want zijn gezondheid laat te wensen over. Het bisdom wilde hem 7 jaar geleden al met pensioen sturen. Maar toen kwam het dorp in opstand. De vlag ging uit toen de geliefde pastoor toch mocht blijven. Een mooi bericht, hè? Ja. Maar De Vreeze kan zijn kerk niet redden. Hij heeft vandaag nog wel een boodschap voor iedereen die het jammer vindt dat er zoveel kerken moeten sluiten. De meeste mensen in Braamt zullen toch zeggen, we willen die kerk niet sluiten, we willen niet weg. Maar zij gaan er niet meer naartoe. Ik noem dat religieuze parochie zelfmoord. Dat is een hele nare term. Je doet het zelf. Ik krijg soms de indruk dat hij denkt, ondanks zijn 95 jaren, dat hij gefaald heeft. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Vindt het jammer dat hij weggaat? Ik vind het jammer, ja. Ja, doet me een beetje verdriet. Geef ik direct toe. Voor Leni Visser valt het vertrek extra zwaar. Ze was 29 jaar lang de huishoudster van de pastoor en sliep zelfs de laatste weken op de pastorie om de pastoor te helpen. Ze hoopt dat het hem goed vergaat in Limburg. Ik heb alleen maar één zorg dat hij misschien een beetje heimwee krijgt of er spijt van krijgt. Maar voor de rest, als hij het fijn heeft en hij wordt daar goed verzorgd, dan is het goed zo. En ik zal hem denk ik zeker wekelijks opzoeken.